Nederlands iCloud hulp met Albert. Welkom. Interactieve widgets in iOS 17. Dat zijn dus widgets die je op je huisscreen, thuisscherm of tussen de apps hebt laten zitten. Dit zijn widgets. En in iOS 17 zijn ze interactief. De bedoeling is dus eigenlijk dat je ze aan kan raken. En niet dat de app gaat open en dat je bezig gaat met een app. Het kan zelfs sinds iOS 16 kan het gelijk uit de widget. Ligt aan wat voor widget. Ik gebruik geen widgets. Ik gebruik alleen maar de muziekwidget, zeg maar als Ebro. Ebro en iets nieuws hebt of als ik een beetje muziek wil luisteren even. Verder gebruik ik geen widgets. Maar voor de juiste app en de juiste widget kan het wel handig en leuk zijn. Het is eigenlijk in beta op dit moment. Sommige van deze widgets werken nog niet zo goed. Maar dit is maar het begin. Dit is ook de bedoeling in iPadOS en macOS Sonoma. Dat widgets worden meer en meer populair en er wordt meer aandacht besteed aan de widgets. De bedoeling is ook in de laatste operatiefsysteem van Mac, Apple's operatiefsysteem voor de Mac, iMac, MacBook, MacMac, dat als je een widget hebt op je telefoon, je hebt zelf de iCloud op de computer, dan kun je de widget op de computer al gebruiken. En dat is magic. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.